Geert Hammink, je draait een hartstikke lekker seizoen sportief met de Dutch Windmills. Dan mag je opeens de sporthal niet meer in. Hoe komt dat binnen bij een trainer? Ik ben natuurlijk pas kort coach, maar ik heb wel eens positieve berichten gehad. Want hoe gaan jullie er momenteel mee om? Nou, omstandigheden eigenlijk heel erg goed. En dat heeft te maken met de spelers en de karakters van de spelers. We hebben net getraind, kom net van de training af. En we hebben eigenlijk goed getraind. Hoge concentratie, hard getraind. En dat spreekt voor het karakter van de individuele spelers. Dus graag even noemen, en ik hoop dat jij dat er niet uitknipt. Rol, Alec, Levante, Ryan, Nick, Pim, Hidde, Floris, Siobhan, Bennett, Tito en Saken. Ik geloof dat ik ze dan alle 12 heb. En ik wilde ze per se noemen, want daar is het allemaal op gebaseerd. En we hebben natuurlijk aan de een en ander een negatieve berichtgeving gehad. En het karakter van die jongens individueel en dan samen, hoe ze ook samen zijn gekomen in de afgelopen 7 maanden, geeft weer in de training van net en ook van gisteren en van eergisteren het karakter van die mannen en het karakter van het team. En dat we gewoon vooruitkijken en ook uitkijken naar de wedstrijd van Den Helder. En we hebben bijzonder goed getraind vandaag. Want hoe gaat zoiets afgelopen weekend dan? Hebben jullie dan een groepsappje waarin de bericht wordt gestuurd, jongens, we kunnen niet spelen morgen? Boah, dat is 3 dagen geleden, geloof ik. Maar dat lijkt, in de afgelopen 3 dagen zijn zo hectisch geweest aan onze kant. Behalve de trainingen voorbereiden, interviews met fantastische journalisten en meetings, vooral veel meetings, lijkt dat al bijna eeuwen geleden. Moet ik even denken hoe ik dat de groep heb medegedeeld. Ik denk niet dat ik zoiets per app doe. Maar dat kan ik controleren. Maar ik denk dat ik dat op de training heb medegedeeld. Maar meer van inbeelden van spelers. Hoe moet dat binnenkomen als je heel de week traint en je kan die wedstrijden dan niet spelen? Ja, zoals ik zei, niet positief natuurlijk. Dit is niet iets waar je naar streeft. Dit is ook... Let wel, hè. We focussen nu en terecht op de groep spelers en hopelijk ook een beetje op de coaches, de mannen die het resultaat moeten brengen op het veld. Maar dit is ook zeer zeker niet de bedoeling geweest van het bestuur. Niemand heeft dit voor begin september. Volgens mij 3 september zijn we bij elkaar gekomen, of 4 september zijn we begonnen met trainen. En niemand heeft dan als doelstelling om dit soort berichtgeving mee te moeten delen op een vrijdagavond of een zaterdagochtend, ik weet het niet eens, dat de wedstrijd niet doorgaat. Dus als jij vraagt hoe dat binnenkomt, niet goed. Jullie trainen, zeggen jullie. Dus er is een oplossing gevonden. Is dat lastig geweest voor jou persoonlijk om een oplossing te vinden? Voor mij persoonlijk? Oh, is dat als trainer, of is het niet jouw taak om facilitair gewoon de training te verzorgen? Nee, dat is niet mijn taak. Nu is natuurlijk het een en ander veranderd. Sinds vrijdag, sinds donderdag. Met betrekking tot de samenstelling van het bestuur. En dan moet iedereen een stapje meer lopen. En met alle respect, dat doe ik graag. Nogmaals, de 12 namen die ik net noemde, dan voorop. En dat doe je dan voor. En samen als team ook en naar de volgende wedstrijd toe. Maar er is het een en ander veranderd in de combinatie van wie nu aan de touwtjes trekt. Ben ik dan verantwoordelijk faciliteren om de trainingshallen te regelen? Nee. We doen nu allerlei dingen gezamenlijk. We hebben het eigenlijk best goed georganiseerd. We zijn eerst bij een sponsor op bezoek geweest. En daarna hebben wij, mag ik niet noemen waarschijnlijk, maar een wegrestaurant. Hebben we lang gezeten en gesproken over wat we de dag daarna moesten doen. We hebben ook gezeten met alle mensen waar nog een rekening open staat. En of in ieder geval allemaal uitgenodigd. En degene die konden en ook op afstand waren dat het overbruggen was, waren daar. Eigenlijk hele positieve gesprekken. Gisteren weer gesprekken gehad en iedereen is betrokken. Ik hoor dat er negatief geruis is op internet van zijlinks. Dat hoor ik af en toe. Ik lees dat zelf niet. Maar eigenlijk de één-op-één gesprekken of de groepgesprekken die we hebben zijn bijzonder positief. Het lijkt dat iedereen ons een hart onder de riem steekt. En er niet alleen figuurlijk een hart onder de riem steekt, maar ook extra passen maakt. Van de wethouder tot NMT. Tot MBB, tot andere clubs, eigenaren van andere clubs.
Misschien scherm ik me daar zelf vooraf, maar de laatste drie dagen, vier dagen heb ik onder de omstandigheden als positief ervaren. Want die omstandigheden zijn dat er een nieuw bestuur is gekomen en die zeggen met de problemen die er nu zijn, gaan wij gewoon netjes kijken wat de oplossingen kunnen zijn en hoe wij dat aan gaan pakken. En ik heb het idee dat buiten dat jij training geeft, dat je zelf ook nog een aardige rol erbij hebt. Nogmaals, ik wil mijn rol niet groter maken dan die is. Het is niet geheel nieuw bestuur. Het is een ander bestuur waar gedeeltelijk al mensen dadig waren voor de club. Mijn rol is beperkt in deze. Ik doe wat ik kan. Net zoals de andere mensen die nu aan de kar trekken. Het doel is om de aankomende jaren, met nadruk op die EN aan het einde, de aankomende jaren hier goed basketbal te spelen in Dordrecht. En natuurlijk moet het een en ander gebeuren, maar ik ben een groot voorstander van positiviteit. En ik denk ook dat het gaat lukken. Dus je hebt er vertrouwen in dat voorlopig nu in ieder geval de competitie zonder problemen voortgezet kan worden en dat dan ook gewoon die wedstrijd tegen Feyenoord nog een keer gespeeld kan worden? Ja, dat is een lastige vraag, want dat is namelijk niet aan mij. Ik bouw op die positiviteit. En ik denk dat mensen die beslissing in handen hebben, die daadwerkelijk die beslissing moeten gaan maken, ik denk dat zij ook de positiviteit hebben bespeurd. En daarop gebaseerd denk ik te mogen hopen, mooie zinsopbouw, dat het inderdaad goed komt en dat we het seizoen goed ten einde kunnen spelen. En nogmaals, niet alleen dit seizoen, maar ook volgend jaar en de jaren daarna. Ja, je houdt het absoluut netjes. Tot slot, als mens, wat vind je van een beslissing van een sporthal die gewoon zegt, ja, als jullie niet betalen, we steken de stekker eruit, jullie zijn niet meer welkom. Had je dat zelf misschien nog een andere oplossing gaan zien, van had dat niet anders gekund? Kijk, bij iedere beslissing heb je, verschillende opties. Ik ben niet de jongste meer. Ik begrijp ook dat er een zakelijke kant aan zit en dat er geld betaald moet worden voor geleverde diensten. Nu weet ik ook dat de mensen van de hal sportmensen zijn. Zij waren ook bij die meetings. Zij zullen ook ongetwijfeld de positieve sfeer en de ommedraai bespeurd hebben en gemerkt hebben. Dus ik ga er nogmaals positief van uit dat ook de hal mee wil denken aan de langere toekomst voor Dutch Windmills Basketball.